jongens, ik ben Dennis, aka Denske. En vandaag gaan we filmen een nieuwe episode van een oude Modern Warfare 3 serie die ik had. En dat was Moab of Noab. En dat is deze serie dus. En ik zal het even kort uitleggen voor iedereen die het niet kent. Het is dus eigenlijk gewoon heel basic. Het is gewoon, ik speel live Modern Warfare 3. En ik ga proberen die Moab voor jullie te halen. En, oh shit, dit is iemand met een sniper. Niet echt handig dat ik met een AK speel. Dit is een van de wapens die nog recoil heeft in het spel. Want in het spel heet bijna niks recoil. Als je vooral kijkt naar de ACR en de MP7, dat zijn gewoon laserwapens eigenlijk. Die dingen die schieten gewoon kei precies. En dit wapen, dat is nog best wel pittig om mee te schieten. Maar ik dacht van, weet je wat, ACR is wel heel basic. Die zullen we nog wel een keer gebruiken. Maar niet vandaag, want dat is net iets te standaard natuurlijk. Lekker in het hoekje aan het campen, jongeman. Oh, jongen. Wat de fuck zit jij op? Dat ben ik, maat. Oké, het lijkt erop dat we al triple cap hebben. Teamers zijn goed bezig. Er zit er één boven mij. En hij springt naar beneden. Dat is heel mooi. Ik weet eigenlijk niet waarom die striker nou pakt, want die secondary van mij was eigenlijk net zo goed als een primary. Dat is de MP9 volgens mij, of PM9? MP9 is het. En dat ding is gewoon fucking goed. Dat is echt, dat ding is amazing. Beter als de meeste wapens in de game. Maar oké, dit is een beetje, ik kan het zeggen, een beetje irritant als we triple cap hebben, want dan weet ik niet waar ik heen moet. Zit dat ook daar? In ieder geval, ik wil alweer meer dit gaan uploaden, deze serie. Alleen het probleem is dat Modern Warfare 3 vind ik gewoon niet leuk, omdat er zoveel hackers in zitten. En toevallig had ik net ook weer een match hiervoor. Er zat ook al een hacker in, die kerel was onzichtbaar. En er zijn maar gewoon heel weinig lobby's te vinden ofzo. In ieder geval, ik vind maar heel weinig lobby's. Waardoor ik de hele tijd alleen maar bij die hacker kom. En daar lag een te cammen met de sniper in een hoekje. Moet ik ook voor oppassen. Die gaat maar sowieso daar ook krijgen. Ik kan eigenlijk wel bevestigen dat ik vandaag geen mob ga halen. En dat ik sowieso genaaid word door een klootzak. Maakt niet uit, een sniper, een shotgun. Een hacker, iets gaat mij naaien. Ik weet alleen nog niet wat, dan moeten we even afwachten. Volgens mij zat hij daar achter de doos, maar... Oh jongens. Sensitivity staat nog best wel hoog. Oké, daar ben ik net even weggerend. Gelukkig was hij niet zo snel. Want ik stond daar volgens mij best wel lullig. Oké, waar moet ik heen? Ik weet niet waar ik heen moet. Ik kan het zeggen. Ik heb dit. Ja, ik kan het zeggen. Ik heb dit eerst bij B zitten. Wow, oké. Oh shit. Martidom, Martidom, weg hier. Oh, dat is zo lelijk, Martidom. We zijn op zich al best wel weer lekker bezig. Maar zoals ik zei, ik heb geen vertrouwen in vandaag, jongens. Holy shit, er lag gewoon een sniper op de grond. Hier ligt eentje te cappen. Shit, er komt niks af. Ze zitten overal, jongens. Ze zitten echt overal. Ik schiet ook een mis ook. Alsjeblieft, jongens. Ga me niet op mijn aim afrekenen. Want mijn aim is echt bad. En er zit er eentje hier om het hoekje. Ik wou net zeggen, als ik hier te lang blijf, ga ik dood. En net als ik omdraai, komt hij om het hoekje. Ik zat op 15. Nee. Dit is lelijk, maat. Ik zat echt al close. Op zich. 15 al. Het is maar 24 eigenlijk, dus... Kut, man. Altijd. Er zaten gewoon teamers liepen daar rond, hè. Er liepen gewoon teamers rond. Ik zweer, ik ga er terugkijken straks. Van hoe dichtbij mijn teamers waren. En nee. Ze hebben gaystreaks. Ja, en gaat uit. Oh, ik ga het niet doen. Dat is gunstig. Was die van ons? Oh, nee. Oh ja, dat is van de enemy. Ik kan het zeggen, die was nog niet van ons. Soms dan twijfel ik aan die kleuren in de killfeed. Van welke kleur is nou van ons team. Maar ik heb er nou helemaal geen zin meer in. Ik heb er geen vertrouwen meer in. Oh, dat was echt een lelijke dead. Nou, je hebt het niet in de hand, het is live natuurlijk. Ja, anders ook niet, maar bij live is het een kut. Dan heb je... Of je hebt een heel chille video als je gewoon gelijk je mobile haalt. Of je hebt gewoon een kut video als je hem niet haalt. Maar ja, jammer dan, het is live. Ik kan er niks aan doen. Ik zag hem campen, hè. Ik zag het eens op de minimap. Ik zag hem schieten. Oh mijn god. Echt, je moet echt specialist hebben met een wapen. Gewoon, anders is hij gewoon niet te handelen. Ik heb hier net een sniper zitten. Ik ga niet kijken, want dan ga ik dood. Oké, die hebben we. Daar nog eentje. Ik denk het wel eigenlijk. Het probleem is gewoon obvious plekken zoals dit. Niet doorlopen. Omdat er gewoon kans is dat je gesniped wordt. Oké, we hebben onze specialist binnen. Ik train mijn rug. Dus ik heb niet heel veel aan mijn specialist, denk ik. Ik ben benieuwd. Hij liep naar boven, of niet? Hij loopt terug. Mijn teammate heeft hem. Goed werk, dankjewel. Dankjewel. Dat vind ik helemaal mooi. We zijn pas net bezig. Ik sta 23-1. Dat is een leuk score. Alleen ja, als het nou echt 23-1 was en ik had een streak, dat was helemaal lullig geweest. Dan had ik echt op 1 na mijn mob gechoked. Dus dat is niet het geval gelukkig. We zijn alweer op weg naar mijn volgende, jongens. Of ja, volgende. Ik heb die andere net niet gehaald. Oh nee. Predator, oppassen voor die shit. Shit, ze hebben killstreak. Samen met team is zo slecht. Mijn teammates zijn reeds kutten en 1 zit 5-14. Maar ik zie dat mijn teammates ook dingen uit de lucht schieten, wat ik heel erg gunstig vind. En dat vind ik totaal niet gunstig. Enemies met shotguns. Shotguns, dat is gewoon evil. Ik denk dat ik misschien nog liever snipers tegen heb als shotguns.
Want shotguns, die dingen hebben in het spel ook echt range. Die zijn serieus goed. Daar moet je echt mee oppassen. En trouwens, voor de mensen die willen weten waarom ik gisteren niet geüpload heb. Gisteren had ik feest als papa, was gisteren jaar. Mijn vader, ik weet niet of dat ons papa eigenlijk echt Brabants is. Volgens mij wel. Oh, hij is van ons. Waarom stoppen we hem misschien? Ik dacht dat hij van de enemy was, maar hij is van ons team. Hij zat er nog. Dat was een beetje de vraag. Is hij dood of niet? Hij was inderdaad niet dood. Goed dat ik toen nog voorzichtig keek. Hij zag mij niet, want hij draaide net om. Dus... Maar toch, altijd voorzichtig aan doen. Dat is het beste. Nee, toen nog één. Maar in ieder geval, ons pap was vrijdagjarig. En als ik zaterdag iets upload, dan maak ik dat vrijdag. Omdat het anders niet te doen is qua uploaduren. Nog echt uren bezig met uploaden. Zodoende. Dus ik denk dat dat een goede reden is natuurlijk. Want de hele dag school, daarna ja, dan kom je thuis en dan komt de visite. That's it. Dus. We zitten alweer 32-1, jongens. Het gaat weer helemaal de goede kant op. En. De wapen is goed, maar je moet echt geen afstand hebben. Want dan ben je wel een beetje genaaid. Komt weer iets aan over een enemy. Stel bomber. Alsjeblieft, zeg dat ik hier even safe lig. Zit. Ah, hij komt niet hier in de buurt. Als hij nou weer van de enemy of niet? Ik moet steeds kijken, hij was inderdaad van de enemy. Ik zie hem niet op de minimaps. Dan moet ik eigenlijk gewoon weten dat hij van de enemy is. Maar die kleuren, jongens. Ik denk dat het heel veel van mij is. Maar die kerel deed suicide. Dat was ook niet echt heel slim van hem. En terecht trouwens. Dus support. Support moet gewoon dood. Kom terug. Ik zweer het je. Kom terug. Nee. Zit in mijn zij. Ik dacht dat mijn teammates daar dood gingen. Oké, weet je wel. Ik loop even die kant op. Want ik vertrouw deze kant niet. Ik zie niet heel veel enemies. Dus ook geen reden om hier te blijven staan. Oké, ik zie alleen een naam en geen persoon, dus laat maar. Ik loop wel gewoon weg. Als daar nou eentje komt, dat zou heel handig zijn. Maar nee! Helaas. En er zit er één op A. Er zit wel meer dan één op A, holy fuck. Het is toch kei gezellig. Maar ik ben niet zo van gezelligheid. Nee, niet weer. Enemy stelbommen. Oeh, gelukkig. Want ik denk, nee, ga ik weer dood. Die steltbombers hebben ze fucking veel. Iedereen is support in het spel. Wat is dit? Ik kom hier gewoon om lekker mopen te halen. Nee, dat ding schiet mij te ver. Oh shit, ik had hem. Ik wou wegrennen. Ik denk, nee, die kerel die heeft mij dadelijk. Oppakken. Nee! Teammates, wat doen jullie? Weer high! Wat doen jullie? Nee. Check dit. Nee. Echt man. What the fuck is dit? En dan ga ik naar dood ook. Dus precies hetzelfde kind. Precies op mijnzelfde spawnplek waar ik één tel. Hé, ga weer dood. Ik blijf gewoon sprayen. Ik word gewoon drie keer gebruiken. Spawnkill op precies dezelfde plek. Call of Duty. What are you doing? Wow, ik ga weer dood. Hoppakee. We gaan vier keer gebruiken. Spawnkill worden. Oké, toen had ik mijn specialist. Of mijn specialist. Wat zeg ik nou? Mijn deadstreak. Holy fuck. Wat is dit? Call of Duty. Echt, dit is gewoon echt pure poep gewoon. Sterf. Dan moet ik echt wel eventjes wat kills maken om een. Om een KD te fixen. Want dit is triest, jongens. Ik ga alleen naar mijn dood. Ik begin ook gewoon te sprayen. Omdat ik nou een beetje chagrijnig ben. Dan kan ik gewoon niet concentreren. Gewoon wat die eerste dead. Ja, die tweede eigenlijk. Toen ik net weer op streak zat. Dat was echt, ik zweer het je, de schuld van mijn team. Zitten allemaal. Al mijn teams zitten op C. Echt allemaal. En ik word gewoon doodschoon omdat er iemand gewoon C inloopt. En gewoon heel prettig, la 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 la, niks aan de hand. Schiet mij in mijn rug. Nope. Oké, we gaan weer even aan het werk. Want het ging helemaal fout. Het gaat nou weer een beetje lekker. Ik heb mijn specialist alweer binnen het paar tellen en ik word gesnijd. Dus. En weer een stelbomber. What the fuck is dit? Ik zit binnen in een fucking, weet ik wat, boot. Maar het maakt niet uit. Oké. Jullie merken wel dat ik een beetje chagrijnig ben te worden. Ja, ben ik blij dat ik eindelijk een lobby heb gevonden zonder hackers. En dan krijgen we dit. Gaat allemaal leuk en zo. En ineens die switch. Alles gaat kut. Toch ben ik benieuwd wat voor streak ik net zat. Ik wil echt geen 10 deads. Weer een stelbomber! Wauw! Holy steltbombers. Holy steltbombers. Waar gaat het heen? Oh, er zat er gewoon één. Waar gaat het heen met dit spel?
De stelbomber, het meest trieste killstreak. Nou, het is niet eens een killstreak, want het is gewoon een streak. Want je hoeft helemaal... Ja, je hoeft niet... Nee, het is gewoon kills. Het is helemaal... Het is geen streak. Je hoeft alleen maar kills te maken. Ieder autist kan het. Want je hoeft er maar een paar kills voor te maken. En that's it. En echt het enige wat ik dood ga, en een shotgun en een sniper. Oh, jezus. Ik wil 60 kills, alsjeblieft. Geef me nummer 60 kills. Ah, jammer. Ik had een kill willen hebben. Holy heck. Ah, een shotgun. Hij kon niet zo schieten. Oké, dan moet ik snel uit. En die stelt mis. Ik wou omdraaien, maar toen zag ik die predator gaat mij al voorbij. Ik zag die predator aankomen. Ik denk, daar heb ik geen zin in vandaag, want het gaat al zo goed, not. Zijn hij even tevoorschijn komt? Oh, nee, hier komen 60 kills eigenlijk. Nee, ik heb geen 60 kills. 56-11. En geef me toe, jongens. Wat is dit voor match? Oké, ik choke mijn killstreaks, niks aan de hand, weet je wel. Maar hoe vaak heb ik die stelbommers over zien komen? Echt, waarschijnlijk 12 keer of zo. Ik vraag het jullie om dat te gaan tellen. En voor de rest, ik hoop dat jullie het leuk vonden dat ik deze serie zowat terug ga proberen te brengen. In ieder geval als ik dit spel kan blijven spelen. En niet constant tegen hackers aanloop. Dus als je het leuk vond, laat eens met een like achter. En laat eens met heel veel likes achter om te laten zien dat ik deze serie door moet blijven gaan. Of door moet blijven doen. Want ja, dan weet ik dat. En dan is dat ook weer helemaal leuk voor mij natuurlijk. Dus in ieder geval, ik zie jullie de volgende keer weer. Dus tot de volgende keer. En houden we.